Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Fuberta. En we gaan nu kijken naar de VWO-opgave die bij het hele blad over trillingen, geluidssnelheid enzovoort horen. Een drummer slaat met een ritme van 240 tikken per minuut op zijn hi-hat. Hoe ver van het podium moet je staan om het geluid van de hi-hat te horen op het moment dat hij erop slaat? Geef minstens 2 afstanden. Nou kijk, dit is echt een van de meest pittige vragen die je kan geven. Maar als we dus deze opgave willen oplossen, dan is stap 1 altijd tekenen. Dus we hebben een podium waarop een drummer staat die op een hi-hat loopt te rammen. Dus hier hebben we een hi-hat waar die op slaat. Dat is trouwens een trommel. Een hi-hat ziet er zo uit. Goed. We hebben een drummer die op een hi-hat loopt te slaan. En dat doet hij 240 keer per minuut. Dus 240 keer per minuut komt hier geluid uit. En jij staat ergens hier een stukje verderop. En het moet uit ritme lopen voor een deel. Want wat je namelijk hebt is de drummer slaat op zijn hi-hat en het geluid gaat naar jou toe. Als de drummer tik, 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 tik heel snel achter elkaar slaat, kan het best zijn dat wat jij hoort het volgende is. Tik, tik, tik. Oh, nu doe ik het verkeerd. Tik, 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 tik. Wat heel verwarrend is, want bij de eerste tik had je geen geluid. En bij de vierde tik hoorde je wel een tik, maar zag je geen tik meer. Dat is dus de vraag. Op welke afstanden kun je staan waarop dit het geval is? Nou, het eerste wat je dan moet doen is een tijd vinden. Een tijd is altijd handig. Dus we weten uit de gegevens, de luchtsnelheid of de geluidssnelheid zal 343 meter per seconde zijn. Kunnen we ook niet heel veel aan veranderen. En we weten dat we, even kijken, 240 tikken in een tijd van 60 seconden hebben. Dan wordt er van alles en nog wat gevraagd. Maar het eerste wat ik wil weten is de tijd tussen 2 tikken. En de tijd tussen 2 tikken kun je zeggen dan, dat is eigenlijk een soort van trillingstijd. Dus nu gaan we hem oplossen. Door te zeggen dat is dus de totale tijd gedeeld door het aantal tikken. Dus dat is in 60 seconden 240 tikken. En dan kom je uit op een tijd van 0,25 seconden. Dus na 0,25 seconden zit je of heb je tik, tik van de ene naar de volgende tik gehad. Wat nu het effect moet zijn, de drummer die slaat. Dus de drummer die zal tikken maken. Maar wat jij hoort is dus tik, 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 tik. Dus dat betekent dat de tijd of dat de afstand die hier moet worden afgelegd eigenlijk die 0,25 seconde is die tussen 2 tikken in zit. En daar gaan we mee verder rekenen. Want nu is er eigenlijk gevraagd, wat is nu de afstand? En een afstand kun je berekenen met snelheid keer tijd. Snelheid is 343 meter per seconde. De tijd is 0,25 seconden. Nou, dan kun je dus zeggen, dan heb je dus 343 keer 0,25. En dat is dat je op dit moment, om nu al uit ritme te zijn, 85,75 meter, dus afgerond, 86 meter verderop moet staan. Maar
als je de vraag echt goed leest, zie je dat je 2 afstanden moet geven. En waarom 2 afstanden? Geluid kan heel langzaam zijn. Of jij kunt gewoon heel ver van het podium afstaan. Want als jij heel ver van dit podium afstaat... Oeps, dat is wel heel scheef getekend. Als jij heel ver van dit podium afstaat... Dus dat deze afstand ook weer een tik waard is... Dan kun je het effect hebben dat je dit ziet. Dan heb je namelijk... nog een keer. Tik, tik. Dit is echt bijna onmogelijk te doen, want ik wil die tik tegelijkertijd met dat ik tik zeggen. Nog een keer. Dus je staat heel ver weg. Je ziet de drummer aftikken. Tik, 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 tik. Dus nog een keer. Tik, 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 tik. Dus je krijgt 2 tikken later dan dat de drummer echt tikt het geluid binnen. En het mooie is, we weten al de tijd van 1 tik. Dat is 0,25 seconden. Dus voor 2 tikken is die afstand natuurlijk het dubbele. Dus hier kunnen we ook zeggen, nou ja, het dubbele van 86. Ik ga deze gewoon even keer 2 doen, als onafgeronde getallen. Dan kunnen we ook zeggen, na 172 meter. En je zou zelfs kunnen overdrijven door die 86 die we net hadden, keer 3 te doen, keer 4 te doen, keer 5 te doen, keer 6 te doen. En dat zijn allemaal afstanden waarop je 1 tik uit ritme loopt. Of 1 tik verder uit ritme loopt. Dit was de eerste van de 2 VWO-opgaven. Ik ben Jan-Willem van voorbeerte.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken. En nou ja, tot een volgende keer.